Ter ere van Coming Out Day werden vandaag de Gebrapaden aan het station feestelijk geopend. De Gebrapaden staan voor acceptatie van de lesbian gay community en liggen al in een aantal andere grote steden. Kitty Kruger wilde deze ook naar Dordrecht halen. Een paar jaar geleden waren wij heel actief op Coming Out Day met de stuurgroep Regenboog. En Dordrecht is een koploperstad, is een regenboogstad. En op dit ogenblik ligt het allemaal een beetje stil. Er gebeurt in ieder geval buiten niet zoveel. De gemeente heeft een bepaald budget waarmee ambassadeurs verschillende activiteiten mogen organiseren. Waar voorheen deze activiteiten meer zichtbaar waren, zoals de Gay Pride, gebeuren ze nu meer op de achtergrond. We hebben nu bijvoorbeeld geld gestoken in scholenpakketten, lespakketten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat jonge mensen al opgroeien met het idee dat iedereen moet kunnen zijn wie die wil zijn. Op de kerk zijn een aantal activiteiten geweest, de zorginstellingen en veiligheid. Wij hebben nu ook aan de buitenkant een prachtig Gebrapad, zoals dat heet, om te laten zien. Ook Dordrecht totaal voor diversiteit staat. Ja, wij vonden dat is mooi dat er gesproken wordt, maar laat het ook aan de buitenkant zien, want dat is vaak het hele probleem, hè? Je mag het wel zijn, maar niemand mag het zien. Het Gebrapad ligt er niet alleen voor Coming Out Day, maar zal permanent blijven liggen om naar iedereen uit te stralen dat Dordrecht een regenboogstad is.